Morgen, dan is het zover, dan gaat Nederland naar de stembus. Na een drukke campagne waar landelijke thema's de boventoon voeren, kiezen we voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Wat zijn nou de hoogte- en dieptepunten van wekenlang campagne voeren? Ja, en een van de hoofdrolspelers toch wel van deze campagne is Caroline van der Plas van BBB. En jij schrijft ook in jouw column in het Noord-Hollands Dagblad dat haar mediaoptredens eigenlijk foutloos zijn. Ja, waar zit hem dat in? De authenticiteit. Zij heeft het voordeel dat ze natuurlijk nog weinig bagage heeft, maar ze zit daar authentiek te zijn. Ze neemt geen blad voor de mond. Ze praat geen politieke beleidspraat, maar ze spreekt als een mens. En in die zin, en wat ik haar sterkste punt vond, was dat ze bij VI ook zei dat ze geen bewindspersoon wilde worden. Dus in een mogelijk daarmee, kabinet. In ooit een kabinet. Daarmee communiceert ze dat ze geen plusklever is of niet aan het plus hecht. En dat maakt, denk ik, dat heel veel mensen denken, goh, dat is misschien wel een keer een politicus die eens wat anders gaat doen dan de huidige machthebbers. En dat is ook geloofwaardig, zo komt ze ook over. Nou ja, dat moet blijken. Dat wordt ook het interessante. Na 15 maart, morgen hebben we de uitslag en dan weten we hoe groot ze zijn geworden. En dan zal blijken van ja, wat kan zij waarmaken van wat zij belooft of wat mensen in haar zien. En dat zal niet makkelijk worden, want iedereen die tegen van alles is, die denkt, oh, daar ligt misschien wel het antwoord. Dus of het nou over migratie gaat of over stikstof. Overal wordt zij gezien als een tegenkracht, maar daar kan zij nooit aan beantwoorden. Dus dat gaat mogelijk tot alleen maar teleurstelling leiden. Wat onderscheidt haar nou, meneer Rutte, van andere politieke opponenten? Vind ik moeilijk te zeggen, maar ik denk dat. Maar laat ik even zeggen over haar. Ik vind het inderdaad heel authentiek. Ik mag haar graag. En ze staat volgens mij voor wat ze zegt. Toch wil ze niet uiteindelijk in een kabinet met u als minister-president. Dus dat wordt ongeveer spannend. De liefde is niet heel wederzijds. Dus dat, nou ja, persoonlijk geloof ik heeft ze weer gezegd van wel. Maar hoe dat precies zit, gaan we wel uitzoeken. Maar ze, en dat hangt ook. Dat stelt ook de vraag: hoe gaat het dan dadelijk in de Staten? Kunnen we wel samenwerken? Willen ze dat wel? Nee, maar het ging haar niet om de Staten. Oké, het is een beetje verwarrend, maar in ieder geval, dat gaan we afwachten dan. Maar ik denk dat het waar is. Uiteindelijk moet je na verkiezingen ook weer samen tot compromissen zien te komen. We gaan kijken of dat lukt. Ja. Wat is het dieptepunt, Jan Kees, van deze campagne? Nou, het dieptepunt vind ik toch wel het optreden van het Forum voor Democratie en de wijze waarop zij nu al beginnen met het twijfel oproepen à la Trump van de uitslag en of hier de verkiezingen wel eerlijk verlopen. Dat is toch, kijk, als je bedenkt dat deze partij 4 jaar geleden de grootste was, dan zijn ze toch wel heel diep in de put geraakt. En dat vind ik echt een intens dieptepunt, want onze verkiezingen lopen al sinds jaren dag heel goed. En dit is beneden alle pijl. Misschien we instemmen? Nou, eens. Verder niet te veel woorden aan vuil maken. Nee. Maar wat? Nee, niet te veel woorden aan vuil maken. Wat is er tegen te doen dan? Niks? Nou ja, nee, een vrij land. Hij mag het allemaal zeggen natuurlijk, zolang het binnen de wet is. En dat is het, denk ik. Maar het valt mij ook op. Hij was natuurlijk 4 jaar geleden de grootste. De VVD was net achter hem nummer 2. En het is daarna een beetje geworden wat het nu is. Volstrekt. Maar goed, aan de kiezer om daar een oordeel over te vellen. Ja. Nou ja, voor anderen een dieptepunt. Nou ja, daar verschillende meningen over. Het veelbesproken VVD-filmpje laat ze niet winnen, hè, heette dat. Waar we klimaatdemonstranten zien, boze boeren, pro-Zwarte Piet, railschoppers. Jan Kees, toch even, jij vindt dat filmpje wel goed. Hè? Ja, ik heb natuurlijk een achtergrond als Amerika-correspondent. Dit is klassiek Amerikaans filmpje. In de zin van heel duidelijk voor en tegen neerzetten. En het aanspreken van de stille meerderheid. Mensen die misschien denken, nou, het gaat allemaal wel goed. Ik heb toch geen reden om te gaan stemmen en zo. Ze zeggen van, nou, waarschuwen. Nou, die anderen gaan wel stemmen. Dus ik vind dat een heel krachtig filmpje. En het feit dat er ook kritiek op is, is denk ik ook een compliment. Nou ja, ook vanuit de VVD zelf natuurlijk. Ook de jongerenafdeling trok veel van leer tegen dit filmpje. Ja, maar komt dat eigenlijk allemaal langs u, zo'n filmpje eerst? Ja, zeker. Ik stond er ook heel erg achter, omdat dit echt een kwestie is. Namelijk of die grote meerderheid in Nederland, die fatsoenlijk is, die staat voor normen en waarden, voor wetten en regels. Dat als de politie zegt, ga hier weg, dat je dan niet vervolgens 700 arrestaties nodig hebt, zoals afgelopen zaterdag, om die A12 bakleg te krijgen. Ik denk dat 90-95% van Nederland dit zo voelt. Maar de kritiek daarop is natuurlijk dat het polariserend werkt. Ja, maar ja, jongens, waar begint dat? Dat begint op met mensen die in plaats van gewoon te demonstreren, wat mag,
binnen de wet echt alle perken te buiten gaan. En daar ergeren heel veel mensen zich aan. Ik even wel erg met het verschrikkelijk aan. Omdat ik denk, joh, dat is niet het soort Nederland zoals we met elkaar willen zijn. En ik ben er echt van overtuigd dat het overgrote deel van de mensen ergert zich eraan. Ja, dus de kritiek erop is dat het filmpje polariserend zou werken. Terwijl, nou juist, Edith Schippers in het WNL op zondagdebat zich bij een stelling over stikstof onthield van stemmen om de volgende reden. U ziet de stelling staan. Stikstofdoel 2030 negeren. Stilstand keren. Uw stem graag. Ik wil graag dat iedereen daarop stemt. Ja, mevrouw Schippers? Ik stem niet op een stelling die alleen maar bedoeld is om te polariseren. Oh, ja. Dan mag u zo meteen. Dat is de VVD. Ja. Zoiets verder. Kiezer weet dus niet wat hij heeft aan de VVD. Wacht. Dus die stelling was wel polariserend, maar het filmpje niet. Ja, maar het is toch heel wat anders. Kijk, bij dat filmpje, dat gaat over mensen die de wet overtreden. Die op een verschrikkelijke manier hun grote, dikke ik laten zien. En daarmee heel veel andere mensen ongelooflijk ergeren. Soms zelfs tot geweld overgaan. Je ziet mensen met knotsen slaan op politiebusjes. Dat is wat anders dan wat Edith Schippers hier terecht zegt. Namelijk, is het nou nodig dat we stad en platteland zo tegen elkaar opzetten? Dat is wel binnen de wet, hè. Dat is echt wat anders. Jan Kees, vond je dat nou een sterk of een slecht optreden om kleur te bekennen? Daar, dat heel onduidelijk. Dat was heel onduidelijk. En daar werd ze natuurlijk ook door de anderen daar op aangevallen. Van ja, kom even naar voren, wat vind je nou eigenlijk? Aan de andere kant is het een polariserend, maar goed, dat is een mediading. Is de stelling impliciet polariserend door het zo aan te zetten. Dus dat, ik begrijp wel dat ze dat deed, maar in zo'n debat kan je het beter niet doen. Goed, straks dan bespreek ik.